Snoeproute door het miniatuurpark van Brabants Museum Oud-Oosterhout. Inleiding. U kunt in ons miniatuurpark een route lopen langs een aantal suikerwerkfabrieken en snoepwinkeltjes tussen 1900 en circa 1950. Het begrip winkel was in 1900 erg ruim. Tot 1850 waren gezinnen zelfvoorzienend, maar vanaf circa 1885 werden gezinnen consumenten. Voor brood, groente en fruit, melk, eieren, schoenen, textiel en zelfs brandhout was men aangewezen op de markt en op de snel in aantal toenemende winkels. De Sint-Janstraat, de Klapijstraat en de Kerkstraat groeiden uit tot een winkelstraat. Vaak combineerde men het uitoefenen van een ambacht met de winkel. Kleine winkels waren nauwelijks van gewone huizen te onderscheiden. Men werkte met een uitslagkast die aan de muur was gehangen. De winkelruimte was meestal de woonkamer van het huis. Rond 1900 kwamen etalages in zwang. Er waren ook kleinere gespecialiseerde handelaren, de marskramers. In Oosterhout verkocht Kobuske paraplu's. De route van het park. In ons miniatuurpark loopt u de route die de tram rond 1900 in Oosterhout rijdt. U komt door de hoofdstraten, via de Heuvel, Arendstraat, Kerkstraat, Markt, uiteindelijk bij de Leijse Hoek. Straten daaromheen zijn niet in ons park opgenomen, maar er liggen wel heel veel winkeltjes ook buiten de tramroute. We beschrijven de winkeltjes ook in dit verhaal. We wensen u een mooie snoeproute toe. De route begint aan de Bredase weg. Daar was halverwege aan de rechterkant, nummertje 1, chocolaterie van Anton van Tilburg. De gezusters van Tilburg hadden aan de rechterkant onder het dak café-pension Krasnapolski. Iets verder aan de linkerkant, links naast de fietsenwinkel van Trommelen, zat 2 Flip de Bot. Hij verkocht tweedehands boeken, maar ook snoepjes vanaf 1 cent. En het maakte niet uit hoe lang je erover deed om te kiezen. Voordat we nu links bij het prachtige woonhuis van de familie Smits Brouwer Anger komen, Heuvelstraat 10, later het pand van Robbe, zouden we links af kunnen gaan naar de Gasstraat. Maar die straat is niet in ons park te vinden. Als we wel de Gasstraat in zouden lopen, was aan de rechterkant, op de hoek met de eerste Kegelstraat, 3, de winkel van Huiben. Aan het eind van de Gasstraat aan de linkerkant, op de hoek van de Kruisstraat, stond 4, broodfabriek Weltevreden, later Stadhouders. We lopen in ons park door naar het mooiste plein van Oosterhout, de Heuvel. In het eerste pand aan de linkerkant, hoek Kegelstraat, was lang loodgieter Martens gevestigd. Daarvoor vanaf 1866, nummer 5, broodbakkerij Cor Huiben. We wandelden over de mooie heuvel met zijn statige huizen. Hier woonden de rijken. Hier was aan de rechterkant ook het gemeentehuis en de rijken wilden graag de buren van de burgemeester zijn. Aan het eind van de heuvel op de kopse kant was de ingang naar de Braak. Hier op de linkerhoek, de andere hoek was Café Flora, woonde op nummer 6 Van Riel, die daar een grossierderij had in delicatessen. Onder andere bonbons, drop en andere versnaperingen. Nummer 7. Kleine Braak, brood- en banketbakkerij Kees van Heeswijk. Nummer 8. Levensmiddelen en snoep van de Wegenhoek, Kleine Braak, Grote Braak. Tegenover café De Stiffel. Vollebrecht en iets verder. Nummer 9. Banketbakker Nederunt. We passeren nu de mooie Heilige Hartkerk. Alleen de façade is behouden. De oprichter van het museum, architect Frans van der Leeuw, heeft hier het binnenhofje gebouwd. We gaan even links en lopen dan tegen de Gasthuisstraat aan. In het eerste huis links was nummertje 10 Bakkerij Huiben, later Bakkerij Vermeer, die als eerste een muntautomaat had waar men na sluitingstijd voor een kwartje een gebakje, koekjes of andere versnaperingen kon halen.
De Gasthuisstraat is vernoemd naar het gasthuis wat in het midden van de straat staat. Het Witte Pand. Later is een nieuw gasthuis gebouwd aan de Leijsenhoek en bewoonde de familie Fik het gasthuis. Links ervan staat het armenhuisje. Het armenhuisje is daar afgebroken en hier in ons park weer opgebouwd. Daarin is nu de woonkamer ingericht. Dit hele stuk, ook het mooie pand van de familie van de Pol, later dokter Sluiters, heeft plaatsgemaakt voor de nieuwbouw van het winkelcentrum Arendshof. Aan de linkerkant komen we van de Gasthuisstraat in de Arendstraat. De rechterkant is ook Arendstraat. Als u nu in de Arendstraat wandelt, dan moet u eens naar boven kijken. Daar herkent u nog de resten van de mooie panden. Beneden is het momenteel een winkelstraat zoals die overal te vinden is. Aan het eind van de Arendstraat rechts, ongeveer waar nu de winkel van C&A is, komt men de Kleine Braak in. Op die hoek links, op het adres Keiweg 1, was de winkel van de hofleverancier, nummertje 11, Smits van Gils. In 1932 is die winkel gesloopt. In de braak achter de winkel Woonhuis stond op nummer 12 de suikerwerkfabriek van Smit van Gils. Zijn producten zijn bekend onder de naam Smitili. De fabriek is in 1975 afgebroken. Schuin tegenover aan de Arendstraat, dus links aan uw looproute, had op nummer 13 Betje Krijnen een boterwinkeltje. Genoemd naar de pomp aldaar, beter bekend als de Ventse pomp. De exacte locatie is een huis voor Meulendijks en naast de schoenwinkel van Jans Papens. Op de hoek van de Arendstraat en de Nieuwstraat komen we bij de winkel van nummer 14 André van Hilst. Die was oorspronkelijk afkomstig uit Waalwijk. Van Hilst verkocht allerlei levensmiddelen. Daartegenover, Nieuwstraat 2, is niet in ons park aanwezig, was op nummer 15 de blauwe winkel van bakker Marijnissen. De bakkerij stond in de Doelen bij opa en oma. Bakkerij Marijnissen verhuisde later naar de Arendstraat. De achteruitgang was nog wel in de Nieuwstraat. De Rulstraat. We lopen in het miniatuurpark nu langs de Wagenloods en komen naar de rechterkant op de hoek bij de hervormde kerk en de Laan. Op de hoek van de Laan en de Rulstraat, daar waar nu het parkeerterrein is van de Beuk, daar was op nummer 16 de groentehandel, annex snoepwinkeltje van Nillers van Rijen. Iets verder, tegenover de kleuterschool, waar later fotograaf Piet van Beckhoven een winkel had, woonde op nummer 17 Drika Baks. Kinderen konden meteen uit school bij haar duimdrop kopen. We zouden nu door kunnen lopen, maar dit gedeelte is niet in ons park aanwezig. Daar maakte op nummer 18 de familie Geert de bekende kaneelstokken. Rens Joosen nam deze zaak over en later ging alles over naar Hollands Foods van Jan Harm Spijkervet. Eén of twee huizen verder woonden nummer 19 Bakker Omers Caron en nummer 20 Bakker de Jong. Op de hoek van de Prins Frederikstraat. Overgrootvader Toon de Jong is Jan de Jong, Ton de Jong en nu Koen de Jong had een winkeltje in de Klapijstraat. Hij bezorgde zelf het brood met de hondenkar. Hij had als bijnaam de Paus. Deze bijnaam had hij verworven omdat hij bij Café de Beurs in de Klapijstraat na zijn gedane arbeid altijd uit hetzelfde glas zijn borrel dronk. En dat noemt men een paus. De omgeving waar hij woonde noemde men toen maar het Vaticaan. Vandaar verhuisde hij naar de hoek van de Rulstraat, Prins Frederikstraat. Als we zouden oversteken, dan zouden we Smit Lichtvoet passeren en een paar huizen verder, bij nummer 21, het snoepenwinkeltje van Van Baal, Baaltje, komen. Daar kochten kinderen schuimblokken, schommeldrop, jodenbrood, en soms een zakje chips met een blauw zakje met zout daarin. Sint-Janstraat. We lopen in ons miniatuurpark verder. De Sint-Janstraat in. Dit was het begin 1900 een bekende winkelstraat. We beginnen helemaal vooraan. Het eerste pandje links was op nummer 22 de snoepwinkel van Janus Vingerhoeds.
We lopen in ons park verder door de Sint-Janstraat. We zien links het winkeltje van Biemans de Wijs, manufacturen. Dan slaan we even linksaf de Kannenierstraat in. Nummer 23. Het bakkertje in de Kannenierstraat, Bakker van de Westen, waar we aardbeienmatjes en truffels kochten. Op weg naar school, in de jaren 80 en op de weg naar huis, speelden we altijd met de FF Pac-Man bij de cafetaria van de Kannenier, iets ver in de Bosstraat, nummer 24, Marie van Oosterhout, voor snoep en roze koeken. Dan naar nummer 25, het snoepwinkeltje, cafetaria van de Bal in de Bakkerstraat. Daar hebben we in de jaren 50 en 60 heel wat stuivers en dubbeltjes naartoe gebracht. Voornamelijk voor de schuimblokken en verrassingszakjes. We lopen verder in de Sint-Jansstraat. Aan de linkerkant is de sigarenfabriek van Fik, Lombok. Daar tegenover had, op 26, Fik een kruidenierswinkel. Naast Rick de Jong, de bloemist. Meneer van Tilburg werkte bij Fik en hij was vertegenwoordiger in snoep. Hij ging bij de klanten langs met zijn houten koffer vol met snoep. Dat konden de klanten ook proeven. Hij ging op de fiets. Later werkte hij voor een bedrijf in Goorle. Daar kreeg hij een auto om naar de klanten te gaan. Een paar huizen verder was, op 27, brood- en banketbakkerij C. Omers Schutte. Achter deze bakkerij lag een tuin met een muziekschelp. Dit is nu in 2016 een stadspark, genaamd De Schelp. In 1935 kwam zoon Etienne in de zaak. We zouden nu een uitstapje kunnen maken naar de Keiweg. Deze straat staat me heel gedeeltelijk in ons park. Alleen het huidige pand van Van der Water makelaardij. Vroeger woonhuis en veeartsenpraktijk Bouwman. Als we deze straat konden inlopen, dan kwamen we bij nummer 28, snoepwinkel van Gerrit en Betje Warmoeskerken, de Rode Gerrit. Daar kochten we harde schuimblokken. Rietje van Dorst, Warmoeskerken, nam het winkeltje over van haar ouders. Verderop op de Keiweg, toen nog Tilburgse weg, was aan de rechterkant, nummer 29, de snoepwinkel van Rienus Jansen. En iets terug aan de linkerkant was, op nummer 30, de fabriek van P. Aarden en zonen, fabriek van Suikerwerken. De Kerkstraat. In ons park lopen we nu via de Kerkstraat naar de markt. Vooraan links in de Kerkstraat was sinds einde jaren 40, nummer 31, pakketbakkerij en leunschoen De Kroon van de familie Omers. Halverwege de Kerkstraat aan uw linkerkant ziet u op nummer 32 brood- en beschuitbakkerij Thomas Mertens. Deze Mertens verkocht reeds voor 1950 snoepgoed van Jamin. Later is de winkel bijgenaamd Knap Vrouwke het eerste filiaal geworden van Jamin, met als vaste kassajuffrouwen de gezusters Omen. Hier hadden ze zoveel soorten snoep. Vaak wist je niet te kiezen. Iets verder aan dezelfde kant was, op nummer 33, de winkel van Piet de Gruiter. Dit was een prachtig blauw betegeld pand, waar koffie, thee, etc. verkocht werd en waar boven de zogenaamde sociëteit gevestigd was. Halverwege de Kerkstraat is de ijzerhandel van Michielsen. En daarnaast was het woonhuis van de familie De Hoog, een van de firmanten van de koekfabriek. De zaak van deze familie in de Torenstraat heet Jap Touw. Dat waren de voorletters van de 7 kinderen van dit gezin. Jan, Adrie, Bernard, Tony, Harry, Agnes en Willem. Zo kwam de Noga-fabriek in de Torenstraat aan die vreemde naam. Aan het eind van de Kerkstraat, aan de rechterkant, bevond zich op nummer 34 de winkel van Albert Heijn en op 35 het Brabants Koffiehuis, Herberg Biemans en later familie van de Zanden. Hier had op nummer 36 De Hoog ook een koekwinkel. Op de hoek Markt Klapijstraat is op nummer 37 banketbakker chocolaterie Arnold Nout Smits, beter bekend onder de naam Lisette. Zij hadden een uitgebreid assortiment bonbons, is gebouwd in 1897.
Begin 1970 werd dit bakkerij Snelders en nu vanaf 2004 ijssalon Via Via. Klapeistraat. Als we rechtsaf gaan op deze hoek, dan lopen we de Klapeistraat in. Klapeien betekent kletsen, babbelen, kwaadspreken. In deze straat zijn nu alle barretjes en cafés te vinden. Op nummer 39, Bakker Sandig. Voer aan links naar Slagerij Put in de Klapeistraat. En nummer 40, Bakkerij Snelders in dezelfde straat. Nummer 41, Jan en Ploontje Kanters hadden daar een snoep- en ijswinkeltje. Als er iemand jarig was, mochten wij er voor 5 cent iets kopen. Ploontje demonstreerde een droppijpje met een ballonnetje eraan. Maar bij het opblazen klapte het ballonnetje en dat vond Jan helemaal niet leuk. En dan kreeg Ploontje flinke grommes. Aan het eind van de Klapeistraat houdt ons miniatuurdorp op. Maar in werkelijkheid kun je hier doorlopen naar de Zandheuvel, de Hoogstraat en de Tilburgseweg. Kloosterstraat en Zandheuvel. Als we dat zouden doen, dan kwamen we allereerst in de Kloosterstraat bij nummer 42, Schrikskoekfabriek. Ze namen in 1956 hun intrek in de fabriek en het woonhuis van de familie A. van de A. Kleinmans, drukkerij en kartonage. In 2000 stopte Schrikskoekfabriek en nu zijn er appartementen. Ook in de Kloosterstraat, Leeuwenstraat, stond op nummer 43 de koekfabriek van Nolen. In 1974 brandde de productiehal aan de Isabellastraat af. Ook in de Kloosterstraat was er nog nummer 44, de suikerwerkfabriek van de familie van den Bos. Op de Zandheuvel, hoek Sint-Vensjestraat, was op nummer 45 bakkerij van Etten. Het pand is uit 1750. Later woonde er Jos Bol Herben, de ouders van de ons bekende Stambol. Ook nummer 46, het winkeltje van bakker Jan van Beckhoven. Nummer 47, bakker van de Aarvoort. En 48, de melkwinkel van Cor Herben, waren aan de Zandheuvel te vinden. In de Sint-Josefstraat, de Touwbaan, konden we snoep kopen bij, op nummer 49, Drieske Omens, bijgenaamd de Kwast, ook wel genoemd het Kwastje. Het winkeltje kreeg deze bijnaam omdat Drieske ook schilder was. Ze waren ook op zondag open. Hier kochten we snoep voor 5 cent. Er stond een oud vrouwtje achter de toonbank en achter haar stonden alle bakken met allerlei kleuren en soorten snoep. Schuimblokken, maantjes met suiker, ufo's, droprollen, schuimblokken. Uiteraard wezen we dan altijd het bovenste op de plank aan of een snoepje wat helemaal onderin stond. En al die moeite werd dan gedaan voor dat ene lekkere snoepje. Dit is een herinnering die we nooit meer vergeten. Nummer 50, het Scheliaanske, en nummer 51, de Lambertus. Ook de Lambertus stuurden wij als kinderen helemaal naar beneden voor ons snoepje. Dat ging niet zo vlug en dan stalen wij wel eens een snoepje van de toonbank. Op de hoek van de Voorstraat en de Pastoor Bressenstraat was op nummer 52 de winkel van Dien Kruis van Haren. Dit pand staat er nog. Onze bekende ijskerman woonde er. In de Bestert vonden we ook op nummer 53 de snoepwinkel van 60. Tilburgseweg Antoniusstraat. We lopen naar de Tilburgseweg en komen bij nummer 54 bij Vermeulen, op nummer 55 van Van Rooij, Cape de Lep, 56 van Van Rooij en op 57 de winkel van Franken. Vlakbij op het middenpand was op 58 de winkel van Van Vught, bijgenaamd Janneke de Blaas. Op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en de Hoogstraat was op nummer 59 de winkel van Drijvers. En dan hadden we aan de Sint-Antoniusstraat nog nummer 60, Marie van Gonnekes. En 61, de winkel van J. van Bijnen. In de Korte Hoogstraat had op nummer 62 Jantje de Visboer een winkeltje waar hij ook snoep verkocht. De Markt, Grote Kerk. En daar net voor staat de boterfabriek van Verschuren. Achter de kerk op het Waterloopplein staat op nummer 63
de koekfabriek van de Hoog. Aan de rechterkant op de markt ziet u een pand waar een gaper uithangt. Dit was de apotheek van Verloon, later Meulemeester. De volgende winkel was op nummer 64 van Biezen de drogist. Hier kon je ook dropjes kopen. Daarnaast in het grote huis woonde de familie Smits, firmant van de eerder genoemde suikerwerkfabriek, met veel kinderen. Aan de linkerkant, aan de Leijsenhoek, was op nummer 65 de winkel van Sips van de Weijgert. De suikerwerkfabriek van P. Sips was al bekend om zijn Oosterhoutse kaneelstokken. Als we doorlopen zien we aan de rechterkant een mooi miniatuurpandje met het opschrift nummer 66 Spekenbrink. Hier zat en zit nog steeds bakker Spekenbrink. Walter Rovers, bekend van Dionaise taart. Het recept is meer dan 100 jaar oud. We lopen verder op de Leijsenhoek en komen bij het Sint-Jozef gasthuis aan de linkerkant. Hier verbleef je als je ziek was, maar er was ook een soort bejaardenhuis aan verbonden met een mooie kapel. Schuin tegenover het gasthuis was de remise van de tram het bekende etablissement van Mooie Keetje, Anna Cornelia van der Made. Aan haar is in het binnenmuseum een aparte hoek gewijd. Mooie Keetje werkt eerst in Hotel Koppelpaarden, nu de meubelzaak van Victor Boeren, en kocht later de zaak van haar ouders. Hotel Hildebrand, vernoemd naar haar vriend Hildebrand, pseudoniem Nicolaas Beets, die over Keetje schreef in de Camera Obscura. Zo weten we dat nummer 67, sigarenwinkel van Eil, op de hoek van de Julianenlaan en de Mauritsstraat ook snoep verkocht, net als op nummer 68 melkboer Soeters uit de Julianenlaan. De fabriek van nummer 69, Jamin, heeft ook geen plaats in deze route. We vinden wel de winkel op nummer 32. Nu, in 2016, is er nog steeds snoepindustrie in Oosterhout, Holland Foods. In de Carolusstraat fabriceert nog steeds de enige echte Oosterhoutse kaneelstok, volgens het recept uit 1894. En zo blijft het verleden met het heden verbonden. Kermis en marktkramen. Nummer 70, Frans Bulle, heeft in zijn kraam op de Oosterhoutse kermis heel veel kaneelstokken en ander snoep verkocht. Thuiswinkeltjes. Een bijzondere vermelding is er nog voor de thuiswinkeltjes, met een bijzondere vermelding van op nummer 71 het thuiswinkeltje van Wieske Evers in de Geert Grotelaan en van nummer 72 Paul Jansen, die snoep en ijs verkocht in de garage aan de Galvaniestraat. Kerkdorpen. We hebben niets verteld over de bakkers, snoepwinkeltjes in de kerkdorpen. Maar op nummer 73, het winkeltje van de Leeuw, het Leeuwke, de schoolgaande jeugd van Vrachlen naar Oosterhout, hadden in de oorlogsjaren 1940-1945 en daarna geen centjes om snoep te kopen. Maar er was dan altijd wel iemand die ze tegemoet kwam met een paar duiten. Dan kocht deze jeugd zoethout en of jodenbrood bij het Leeuwke. Kruidenierswinkel aan de Wilhelminakanaal West 14, afbraak, nu Korenbocht 1, toen tussen de twee ophaalbruggen, Marksluis en Sluis 1. Een dankwoord. Dit verhaal is tot stand gekomen dankzij de medewerking van Cor Huiben, die in zijn fotoarchief de winkeltjes op heeft gezocht en dankzij Heemkundekring Heerlijkheid Oosterhout, andere bronnen zijn ook Kok Gorissen, Oosterhout, niet van gisteren, Dree van Beckhoven, Oosterhoutse bijnamen, woorden, gezeggen en uitdrukkingen, maar vooral inwoners van Oosterhout die hun verhaal met ons deelden op Facebook.